Are you aware of the typecasting fact that people have to go through you when they see you on the screen, that they might think they first have to get used to the fact that... I don't think that's true. I mean, I really don't. I think that is more a creation of the media. Mm-hmm. I mean, audiences who go to movies know that movies are made by directors and written by writers and acted by actors. And they've seen all their favorite actors play lots of different kinds of parts. You know, so I don't think it's a problem. If you walk on the Croisette, you see the Carlton, and they always announce the new James Bond. Yeah. You're on it again. Yeah. I mean, so you signed the contract and you said yes to the project? They've started preparing the next one, which will shoot hopefully the end of the year, and I'll be doing it, yeah. Yeah. Are you looking forward to it? I've not read it. They've only just started. I'll look forward to it when I've read it. They've only just started writing the script. But what does that mean for you, for preparation? Do you work at the moment, every day? Nothing. I mean, no. I mean, my preparation starts when I read it. Preparation is about, you know, what's the story about? What are the relationships about? How do we respond to each other? Het leuke van het internationale filmfestival in Cannes is natuurlijk dat het belangrijkste filmfestival is, maar ook dat het in Zuid-Frankrijk zich allemaal afspeelt en dat je de ene na de andere grote ster tegen kunt komen. Zoals, geheel onverwacht, Sylvester Stallone. Hi. Hello, René. It's a pleasure to be here. Yeah. Thank you. You came over to Cannes for the first time? Yes, really for the first time. I was here 10 years ago, but I didn't know. I was very shy and I stayed on the boat. Uh-huh. I never came in. So this is the first time that I've actually come here and I guess supposed to do what you're supposed to do, meet people, so, you know, talk. So it's great. And you go out to see films too, or? Yeah, afterwards I have to go back and finish Rocky V, which is the last Rocky, and then I have to prepare a film to be done in Germany in October about ecology. Op een van de drukste dagen van het festival ontstond er een chaos op de boulevard toen Stallone onaangekondigd de handen schudde van duizenden fans. De journalisten hadden het weer moeilijk. You completed photography of Rocky V already? Well, almost. I am redoing the ending. I wasn't satisfied the first time, so I'll go back with my son. He stars in the movie, so I should be done in about 2 weeks. Why did you decide that, to let your son play a part in the movie? I mean, most people, most actors like their private life to be far from I the know, Hollywood but industry. This movie was about Rocky's boy. And I said, why hire another actor if this child can act? He knows me. I mean, he really knows what it's like to be Rocky's boy. I mean, he's been it for 13 years. He has the job. He's been rehearsing 13 years. So, and I let him audition with 30 or 40 other, and he was excellent. Terug op een feestje georganiseerd door de Nederlandse filmwereld. Theo en Thea zijn op zoek naar bekende mensen. Ik ken hier echt helemaal niemand. Ik ken iedereen. Ik ken ze allemaal. Al is het feest voor de internationale contacten, toch zijn er heel wat bekende Nederlanders. Ik geloof, dames en heren, kijk eens thuis, dat ik hem al zie staan. Kijk, hier hebben we Matthijs. Dit is nou de grote fan. Ik ben echt een fan. Dit is nou de grootste sponsor van ontbijtkoek hier in Frankrijk. En wil eindelijk dat ontbijtkoek het belangrijker wordt dan stad. Nee, ik ben het roken. Oh, Matthijs is niet aan het lopen hier, die is gewoon alleen maar een sigaar aan het roken. Zo zie je maar, hoe simpel het eigenlijk is. We hebben president Kennedy. Ja. En dit is de president van de nieuwe Nederlandse filmdagen. Zo dus die moeten we te vriend houden, dat begrijp je wel. En dan nu onze eerste Nederlandse Oscar-winnaar. Meneer Frans Ransemakers. Ik ben Thea Smit. Ik ben Thea Smit. Wat leuk. Mag ik een foto van u maken? Ja. Oh, bom.
Ik beloof het aan jij een foto. Ja, oké, okay, we wisselen het even. Oh, meneer Rademaker. Meneer Rademaker. Dit is de fikste fik die er hier is. Ja, ja, ja. Die is dat, meneer Rademaker. Ja, hoor. Dit was het voor wat betreft de feestjes. We hebben nog één groot feest te gaan, de uitreiking van de Gouden Palm. En daar zie je in onze volgende uitzending een verslag van. Tot zover Veronica Film en Video vanuit het Filmfestival in Cannes. Aanstaande woensdag zijn we weer. Graag tot dan. Dizzy. Veronica is een station waar muziek in zit, op radio en televisie. Bel nu, dan krijg je het allerbeste en dikste programmablad voor 25 piek tot 1 januari 1991 in je bus. Veronica, het mooiste dat je kan overkomen. 020-808-808. Get dizzy. Allee. Ergens tussen een lekker bad en een geraffineerd vleugje parfum wordt elke vrouw een lady. Philips Lady Shave. Wat kan er dan nog misgaan? Ineke van den Berg uit Os roert er asjes en kruiden door voor op de toastjes. Kim Wolters uit Emmen maakt er met paprika een heerlijke zalmmoes van. Hans van Beek uit Utrecht maakt daar een pittige currysaus mee voor over de kip. Max de Leeuw uit Goes maakt er met geraspte chocolade een romig toetje mee. En u? Wat gaat u voor lekkers maken met Monchou? Nieuwe Fa badschuim. Heerlijk fris, rijk, verzorgend, ontspannend. Fa badschuim. Voel je fris, voel je Fa. Mijn man werkt bij Mona en hij is dus een van die zuiverste verwenners, zou je denken. Nou, verwenner. Mooie bosbloemen, hè, die hij voor me gekocht heeft. Staat met zijn hoofd zeker nog bij de toetjes. Oh, hoe vindt u dat horloge? Zouden we samen kopen? Ik kan wel zien hoe laat het is, hè? Gisteren zei hij tegen me... Sas, misschien zit mijn liefde voor jullie wel een beetje in de vruchtenyoghurt. Gerard, ik proef het. You know it makes me wanna shout, kick my heels up and shout, out. How I feel now, shout, throw my hands up and shout, come on now, shout it out, shout so big now, shout it out, shout's the best to get, you know it makes me wanna shout. Feel so shout is de snelle en makkelijkste manier om tijdens de hoofdwas vuil en vlekken te laten verdwijnen. Shout it out. What's she doing that? No thanks. I got it covered. Heinz tomatenketchup, de echte. En dat proef je.
Natuurlijk, het is even wennen. Maar er is nu een wagen waarin je niets meer hoeft te doen. Waarin je van het uitzicht geniet, stoplichten naar je hand zet en andere automobilisten het nakijken geeft. De spitsbus. Wist u dat? Die brengt u tegenwoordig heel snel thuis. We verwachten nu niet meteen dat iedereen op de bus stapt, maar we zijn toch aardig op weg. Zo, doet u de mond maar even open. Ja, dat ziet er goed uit. Ja, nog even de bovenkant. Elmex is de enige tandpasta met het snelwerkende aminfluoride. Die hecht zich na enkele seconden op het glazuur, zodat de beschermende werking tegen plak en caries al na enkele seconden begint. De achterkant, dat is ook prima. Gefeliciteerd. Tot over een half jaar maar weer. Elmex. En elk half jaar de complimenten van uw tandarts. De zesde film uit de meimaand filmmaandcyclus is Kiss of the Spider Woman. Dit psychologische drama uit 1985 gaat over twee mannen met tegengestelde karakters die gevangen zitten in Latijns-Amerika. De een, Molina, is na een relatie met een minderjarige jongen veroordeeld tot 8 jaar. De ander, Valentin, is een politiek gevangene die vastzit omdat hij contacten had met de verzetsbeweging in zijn land. De excentrieke Molina wordt gespeeld door Oscar-winnaar William Hurt. En Kiss of the Spider-Woman ontving in Cannes de Gouden Palm.